Ondanks alle tegenslagen die restaurant Kentucky Fried Chicken Suriname, KFC, de afgelopen tijd heeft geïncasseerd, vierde zij gisteren haar 25-jarig bestaan. Arun Hindori, president van de Raad van Commissarissen, en Ashok Ganga, operationeel directeur van KFC Suriname, zeggen dat dit slechts mogelijk is geweest door het toegewijd personeel en de Surinaamse gemeenschap die het product heeft omarmd. Momenteel heeft KFC 6 filialen in Suriname. Hindori geeft aan dat het bedrijf ook heeft geleden onder de coronapandemie. We hebben net als vele andere bedrijfstakken hebben we eronder geleden. Door de avondklok met name, het uitvallen van personeel omdat ze veelal besmet zijn geraakt en dat je dan deels gesloten moet zijn en dan weer met nieuwe teammembers bezig moet zijn. Dus je hebt wel een effect gehad. 2020 was een heel moeilijk jaar. In 2021 merken we dat we nu wat opkrabbelen en dat we dus wat meer transacties kregen. En we vergeleken ook 2021 met 2019, toen er geen pandemie was. En we zien dat we ietsje achteruit zijn gegaan tegenover 2019. Maar we mogen niet ontevreden zijn gezien het feit dat je toch de avondklok hebt. Je moet om 8 uur moet je sluiten en er waren periodes dat je om 6 uur moest sluiten. Dus dat maakt het niet makkelijk. Maar we zijn blij dat we er het hoofd boven water hebben kunnen houden. En dat we nu licht een stijging zien. En hopelijk gaat de avondklok naar een later tijdstip. Waardoor we dus gewoon kunnen opereren. En van daaruit ervoor zorgen dat we die omzetten en transacties halen die we nodig hebben om de operations goed te draaien. Ganga adviseert de kleine ondernemers die ook zo groot wensen te worden als KFC Suriname om geloof te hebben in zichzelf en om door te zetten. Ik kan bijvoorbeeld een goed voorbeeld halen van een vergadering, een RVC-vergadering. En ik zei op een gegeven moment aan meneer Hindori vanwege de hele financiële economische situatie heb ik meneer Hindori gezegd van een chief. Moeten we niet een investment holiday in Lassouan? Het gaat niet goed in die economie. En hij keek naar mij en zei van Ashok, nu moeten we juist investeren. Want als je nu investeert, heb je een voorsprong op de rest. Dus aan kleine ondernemers zou ik zeggen, doorzetten, niet opgeven. En dedicated blijven. Geloof in jezelf. Geloof in het product dat je... Dat je presenteert en het komt goed. Hoewel KFC Suriname in september 25 jaar bestond, hebben zij wegens de COVID-19 situatie besloten hun jaardag gisteren te vieren.